Wat zeg je? Toch leiden staat er nou op. Echt? Hallo. Wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier? Of ben je onbekend? Dames en heren, welkom bij de opening van Dap Frietwinkel. Is het daar? Op enige moment gaat frietkoning Roderick Heining het woord van mij overnemen. Ik ga het heel kort houden in deze miserige regen. Tof dat jullie er allemaal zijn bij de opening van Dap Frietwinkel in Leiden. Onze vierde vestiging. Onwijs trots en blij mee in dit fantastische pand. Klein, maar echt onwijs mooi van buiten en van binnen natuurlijk ook heel, heel tof. Ik wil even, er zijn heel veel mensen die we willen bedanken, maar we gaan bij een aantal mensen even stilstaan. Om te beginnen Gerben, onze nieuwe bedrijfsleider. Het is een onwijs lange rit geweest, ja. Tot de opening. Het is een beetje, ja, we zijn al heel lang met het pand bezig en nu gaan we tot eindelijk open. Jij bent ook al heel lang betrokken. Zo ook de laatste twee weken heb je met ons lopen klussen. Dus het voelt, ik hoop, dat het al een beetje als jouw eigen winkeltje voelt. Ja, zeker weten. En als dat niet is, dan gaat het nog zeker de komende maanden. Marianne van Velsen is sinds eind januari stadsdichter van Leiden. En ze is ook de eerste vrouwelijke stadsdichter van Leiden. En dan ook nog eens de primeur. Een van de allerleukste zaakjes van Leiden natuurlijk, hier een speciaal gedicht voor te gaan schrijven. Marianne, aan jou het woord om voor ons jouw speciaal gemaakte gedicht voor te dragen. En daarna, jullie zijn allemaal aan de friet, maar er is natuurlijk nog meer friet, bitterballen en drankjes binnen. Dan hoop ik dat jullie het woord rond vertellen en dan is de zaak vanaf nu officieel geopend. Marianne, aan jou het woord. Nou, wat mij inspireerde was de website van Dap en de verhalen die ik daarop las. Die waren heel inspirerend en die klonken een beetje als een soort sprookje. Dus ik heb een heel mooi sprookjesgedicht geschreven voor deze opening. Er was eens een prins in een afgelegen kasteel met een rust, reinheid, regelmaat leven. Hij verveelde zich schil. Hij werd voor alles behoed, er werd aan alles gedacht. Altijd check, check, dubbel check, nooit iets onverwacht. Het onderwijs kwam aan kasteel van het hoogste niveau. Het eten werd voorgeproefd, kortom, men nam geen enkel risico. De koning zat er bovenop, hield de teugels strak in toom. Het volledig koninkrijk rekende tenslotte op zijn enige zoon. Op een dag was er echter reuring. Er leek van alles aan de hand. Het bleek de voorbereiding te zijn van een chic diner dansant. Voor het voortbestaan van het Rijk was het nodig dat er een dame werd gestrikt. En de koningin leek daarvoor een hapje en een drankje wel geschikt. Alle dames uit het Rijk kregen een invitatie per post. Ze trokken alles uit de kast, de een nog mooier dan de ander uitgedost. Koets na koets stopte die avond voor de slotgracht. Slechts eentje werd door haar vader op de fiets gebracht. Het was Daphine. Voor intimie, ook wel dap. Met een envelop in haar hand sprong ze van de fiets met zelfvertrouwen in haar stap. Haar waardebon op duurzaam papier deed op de cadeautafel wat magertjes aan. De anderen waren met golfclubs en vergulde jeu de boule sets volledig uit hun dak gegaan. Toch glimlachte ze overtuigd. Het leek haar zelfs totaal niet te raken. Tja, want ze gaf dat weg waarvoor ze ook haar 's nachts wakker mochten maken. Dap genoot van de omgeving en het eten was geen moment verveeld. Tussen de 6 gangen door danste de prins met een ieder. Zijn moeder had dat zo ingedeeld. Tussen gang 3 en 4 was het de beurt aan Daphine. Ze liep enthousiast naar voren en boog, zoals ze bij de anderen ook had gezien. Ook de prins maakte een lichte buiging en vroeg zachtjes haar naam. Ze flapte eruit, Daphine. Maar je mag Dap zeggen als je straks niet op meteen hebt gestaan. In een gemiddeld sprookje wordt nu een muiltje verloren en gaat dan de prins smachten. Maar in dit gedicht gaat het iets trager, dus jullie moeten nog heel even wachten.
Niet super lang hoor, een week of twee, want toen stond de prins weer voor Dabs neus. Hij nam zijn voorproever mee. Hij overhandigde zijn waardebon voor een portie omfietsfriet. En wat er daarna met zijn voorproever gebeurde, hij geloofde zijn ogen niet. Want na slechts twee happen stroomden de tranen hem over de wangen. Hij stamelde slechts liefde en ambacht in een aardappel gevangen. Toen durfde de prins het ook aan om zelf te gaan genieten. En na de eerste hap riep hij al: hoe ver gaat jullie bezorgwijk eigenlijk van die frieten? Nu de vader zag dat ze zo genoten, leek het hem een goed moment om zijn dochter nog wat extra te promoten. Hij wees opzij en zei: mijn dap is net zo als mijn friet. What you see is what you get. Eerlijker kan het niet. Je ziet waar het vandaan komt, volledig transparant. Je kunt erop vertrouwen. Precies wat er nodig is in dit land. De prins was verkocht en ging acuut met zijn knie naar de grond. En ik hoef jullie niet te vertellen wat er op het huwelijksmenu stond. Voordat ze trouwens op zijn aanzoek met een ja was ingegaan, had ze nog wel afgedongen dat ze één dag per week in de frietwinkel mocht blijven staan. De prins ging daar slechts met grote tegenzin mee akkoord, omdat zoiets natuurlijk niet bij een toekomstig koningin hoort. Achteraf was hij echter blij dat hij het toch had toegestaan. Het bleek zelfs de beste keuze van zijn totale koningsloopbaan. Want, zo bleek, alle lagen van het volk eten graag eerlijke patat. En zo bleef Dab prima op de hoogte van de sfeer in het land en waar de onvrede zat. Of ze lang en gelukkig leefden, zullen we nooit precies weten. Maar wel dat ze wekelijks eerlijke patat zijn blijven eten.